dames en heren, super tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Jawel, jawel, jawel. De 29ste. En ik heb er onwijs veel zin in. En ik ben met niemand minder dan... Waar is die man? Komt hij nu binnen? Doet hij de deur open of niet? Als hij dat nu doet, is hij de lul. Pjoef. Wow, die is precies mooi in het midden geschoten. Wow, echt gewoon perfect in het midden. Ansel, je bent net Robin Hood. Hoe krijg je dit voor elkaar? Wauw. Waar is deze gekke gast voor mij? Waar is hij? Gaan we hem even opzoeken? Een gekke man. Hallo, ik ben sneller dan jij. Wow, 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 what's going on? Kan ik met dit paard hier omhoog trouwens? Oh, oh, ik zit een beetje vast. Even springen. Auw. Ah, wat? Oké, ik kan duidelijk niet omhoog. En ik kan hier ook niet onderdoor. Wat is dit? Auw, auw. Oké, waar zal die man dan toch zijn? Ik denk toch dat hij hierboven zit. Bijna iedereen gebruikt dit, of nee? Oh my god, waar was jij? Ik stond echt al de hele tijd achter je. Oh my god, serieus? Ja, ja. Ik had het echt gewoon serieus niet door. Oh, ik wilde van die broodkruimels gaan neerleggen zo. Naar mijn... Net als Hans en Grietje, geniaal. Ik ben met Wouter, jawel, jawel. En in het verleden hebben we het wel eens gedaan. En dit is een mooi moment. Dus ik ga het even langdradig maken. Even spannend houden. In de minigames hebben we het er soms ingelaten. En soms was Wouter het vergeten. En ik ook eerlijk gezegd. Dus hadden we geen voorbereiding. Maar er kwam wel eens iets voor in de minigame. Als jullie dat een beetje hebben gevolgd, de minigames. Dat er iets kwam als Wouter meedeed. En dat, dames en heren, gaat nu een feit worden. Elke keer als Wouter meedoet in de Minecraft Survival aflevering, heeft hij iets nieuws voor jullie. En dan heb ik het over papa Wouters weetje. Jawel, je ziet het goed, dames en heren. Het Wouters weetje. En deze animatie heb ik laten maken voor Wouter als verrassing. Ik heb het aan hem laten zien en hij vond het meteen super tof. Awesome. En ik zou zeggen, pak je diamond pickaxe erbij. Ik neem een diamond fortune 3 pickaxe ook mee. Wij gaan hier naar beneden. We gaan lekker diamonds hakken. Dat hebben we echt nodig nu ik mijn fortune 3 heb. En dan in de tussentijd ga jij het Wouters weetje vertellen. Yes, nou, het moet natuurlijk wel echt een hele speciale zijn. Nu we de allereerste... Nou, is dit de officiële allereerste dan? Gaan we vanaf nu tellen? Wacht. Heb jij geen diamond pickaxe? Nee, ik heb wel iron. Oké, be right back. Deze mag je hebben. Gaan we het tellen, bedoel je, alle weetjes? Nou ja, het bijhouden. Ik denk, de kijkers die mogen het best wel tellen, of niet? Ja, de kijkers die mogen het bijhouden. Hoeveel weetjes? En aan het eind van alle aflevering van heel dit seizoen, dan ga ik vragen aan jullie hoeveel Wouters weetjes zijn er gekomen. En dan ga ik er natuurlijk vanuit dat jullie het allemaal weten. En dat wordt dan ook weer een weetje natuurlijk. Ja. Maar om gewoon episch te starten, heb ik een weetje over YouTube voor jullie. Oeh. Want de vorige aflevering, als ik het goed zag, was jij een beetje met Link relatieadvies aan het geven. Ja, wij waren zeg maar dokter liefde. Love doctors. Alright, nou dat komt best goed uit, want YouTube werd daar vroeger ook voor gebruikt. Want toen YouTube origineel gemaakt werd, in 2005, was het een dating website. Een dating website? Het was origineel gemaakt als een dating website. Wouter, hoe weet jij dat? Ja, ik heb een account. Oh, en dat heette zeker Wouter99XXX of zo. Nee, het heet Wouter Deetje. Wouter Deetje. Nee, maar even alle gekkigheid aan de kant. Het was dus echt de bedoeling dat jij een video maakte van jezelf waar je jezelf introduceerde. Ja. En dat dan mensen konden reageren op jou. Oh my god, pas op! Oh, hit ik jou nou? Nee, gelukkig. Oh, dus dat ook gewoon echt. Ik dacht dat je bedoelde, toen je zei, ja, het was eerst bedoeld voor een dating website. Mm-hmm. Dat je gewoon bedoelde dat ze gewoon, net zoals die andere websites, een, zeg maar, een soort van profiel konden aanmaken. Maar dit ging echt om video dating website. Ja, zeker. Ja, het was dus echt de bedoeling dat je een video maakte en dat je uitlegt, hey, ik ben Wouter, een spontane dodo van 12 jaar, zeg maar, dat idee. Maar, van 12? Ja, wat voor dating website was dat? Ja. Nee, maar
Hoe heet dat nou? Op een gegeven moment kwamen mensen erachter. Het was natuurlijk de tijd dat je eigenlijk nooit een plek had om je video te uploaden. Ja. En mensen gebruikten het gewoon random als een gratis plek om je huisvideo's te uploaden. Als je bijvoorbeeld een verjaardag had, dan filmde je dat. En dan zette je het daarop. Dus YouTube was ontzettend druk bezig met al die video's te verwijderen. Want dat wilden ze niet. Oh, echt waar? Ja, echt. Het werd allemaal verwijderd. Maar wow. Mensen bleven het maar doen en bleven het maar doen. Omdat ze het dus daar gratis konden doen. En toen zei YouTube van, oké. Dan wordt het maar gewoon een community platform. Ja, maar dat is wel super verstandig. Want ze luisteren heel goed naar de klanten eigenlijk. Gewoon ja, zeker. Wat de mensen willen, dat fixen ze. En ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel platformen gewoon heel erg toegankelijk zijn en heel erg populair worden. Omdat gewoon dat soort grote bedrijven luisteren naar wat de mensen willen. Ja, als er zeker. Iets heel veel wordt aangevraagd, bijvoorbeeld net zoals die filters, als mensen heel graag een bepaald filter terug willen hebben, dan gaan ze er gewoon voor zorgen, daar luisteren ze naar, daar houden ze rekening mee. Dat is natuurlijk super slim om te doen. Ja. Ik vind het echt een ontzettend leuk weetje. Goed, hè? Ik dacht, we openen gewoon met de klapper. Vanaf nu wordt het alleen maar slechter, jongens. Ja. Ik denk dat het ook heel erg leuk is om sommige weetjes een beetje actueel te houden. Dus stel voor, er is iets gebeurd in de wereld. Er is bijvoorbeeld in Afrika is er een wonderbaby geboren met blauwe ogen. Dat je een soort van feitje hebt over hoeveel procent van Nederland blauwe ogen heeft. Of een ander leuk feitje. Je kan het, een weetje moeten we het eigenlijk noemen. Je kan het maar zo gek niet bedenken of er is wel een weetje over. Er zijn natuurlijk miljoenen weetjes en ik denk dat dat het juist ook heel erg leuk maakt. Je weet nooit met wat voor weetje Wouter gaat komen. Je weet het nooit. Je hoeft trouwens... dat is een leuke woordgrap. Je weet het nooit. Je hoeft trouwens geen leuke weetjes in de reacties te droppen. Want Wouter die gaat dat gewoon helemaal zelf verzamelen. Zodat het echt vanuit Wouter komt. Want dit is echt gewoon een Wouters weetje en niet een kijkers weetje. Hebben jullie nog hele leuke moppen of raadsels of andere dingen? Mogen jullie dat natuurlijk wel in de reacties zetten. En dan ga ik dat hopelijk zoveel mogelijk weer meenemen in de afleveringen. En zo heb ik hier iets heel erg leuks gekregen van Ini Minilu. Okay. En die zegt, hey Enzo, ik dacht misschien nog iets leuks voor in de survival. Een paar tongbrekers. Oh nee. Tongbrekers die kunnen heel erg lastig zijn. Want yes. Je hebt natuurlijk wel dat iets met de trap. Weet jij hoe die gaat? Ja, de kat krabt de krullen van de trap of zo? Ja, de kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Nou, zie je, daar ga ik al meteen de mist in. Ja, dat schijnt dus ontzettend moeilijk te zijn. Tongbreker is iets heel moeilijks om te zeggen. Ja, dus voor de mensen die niet weten. Ja, inderdaad, een tongbreker dat je het niet goed gewoon kan uitspreken. Dit is echt gewoon een opdracht. Zo heeft ze dus hier eentje neergezet. Als jouw tackle mijn tackle tackelt, tackelt mijn tackle jouw tackle terug. Hey, zal ik hem nog een keertje doen, maar doe dan sneller? Eens. Let's do it. Als jouw tackle mijn tackle tackelt, tackelt mijn tackle jouw tackle terug. Dat ging nog aardig goed, vond ik. Dat ging best goed, ja. Oké, op z'n snelst. Als jouw tackle, mijn tackle, 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 mijn tackle, jouw tackle terug. Diamonds gevonden! Ik had het geen eens door. Ik was zo druk bezig met die tackle. Yes, lekker, baby. Man. Heerlijk. En dat gaan we natuurlijk met mijn fortune doen. Dus we hebben 0 diamonds. En als ik dit met mijn fortune pickaxe doe, dan dames en heren, hebben wij gewoon zomaar eventjes 7 diamonds. Lekker! Dat valt op zich een beetje tegen. Want dan heb ik niet elke keer 3 diamonds gekregen, maar gewoon echt 2. Ja, maar het is pas net het begin en zo. Ja, het is op zich wel te doen. We gaan er heel veel vinden. Moet ik trouwens ook iron pakken of niet? Ik weet niet of je dat... Ja, zeker weten. Alle resources hebben we gewoon nog nodig. We zijn natuurlijk nog geen eens bij aflevering 50. Meestal als je een beetje bij 50 bent, dan heb je wel heel erg veel resources. Dan hoef je daar een tijdje niet naar op zoek. En we gaan natuurlijk ook niet allemaal afleveringen achter elkaar alleen maar lopen minen, dames en heren. Hey, we gaan natuurlijk ook nog op avontuur om te kijken hoe groot de borden ondertussen is. Misschien komen we wel epische tempels tegen. Watertempels of gewoon tempels boven de grond. Die heb je namelijk ook. Dan komen we villagers tegen. En ik heb trouwens ook nog iets anders leuks wat ik straks even ga delen met jullie. Maar goed, het gaat helemaal leuk worden. Ik heb echt super veel zin in. En natuurlijk gaan we bij de 100ste aflevering weer iets speciaals doen. Dus dat wordt ook weer super tof. En er komen ook nog afleveringen met Jeremy. Die is bijna terug van vakantie. Die heeft binnenkort weer wat tijd om mee te doen met de Minecraft aflevering. Die is namelijk een lange tijd verkoud geweest.
Hij is koud verkouden geweest. Verkouden geweest, hè? Jeetje, dat was raar. Hé, hey, even een Wouters weetje. Weet je dat Enzo soms moeite heeft met uitspraken doen? Ja, oké, we gaan door naar de tweede van Ini Minilu. Dat is ook gewoon een tongbreker, jouw naam. Ja, ik wil net zeggen, haar naam is nog wel het moeilijkste. Oké, daar gaan we. En deze is heel erg lang, dus hier ga ik even goed voor zitten, oké? Ik ben benieuwd. Er was een meisje Barbara, ze kweekte rabarber. Iedereen in het dorp kende haar als Rabarber Barbara. Op een dag kwamen een bende wilde het meisje overvallen. Dat waren Rabarber Barbaren Barbaren. Deze mannen stonden bekend om hun baarden. De Rabarber Barbaren. Huh? Deze werden bijgewerkt door de elite onder de kappers. Namelijk door de Rabarber Barbaren. Deze werden goed beschermd door een gilde, de Rabarber Barbaren Barbergoens. Dit meen je niet. Dit is gewoon ook niet meer normaal. Die was echt geniaal. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Als jouw tackle mijn tackle tackelt mijn tackle jouw tackle terug. Kijk, dat is nog enigszins ook Nederlands, maar dit is gewoon een barbarentaal. Jeetje, Mina, die ga ik ook gewoon niet nog een keertje doen. Er is nog een derde en nog een vierde, dus laten we gewoon doorgaan naar de vierde. Ha, lekker nice. Logisch. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvis pis. Wow, die was ook echt lastig. Dan wordt het beter met de minuut. Ja, echt waar. Oké, laat ik hem nu nog ietsje sneller doen. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvis pis. Lekker. Ik had serieus verwacht dat ik vaker de fout in zou gaan. Ja, ik vind dat je het goed doet. Dankjewel. En ik heb niet geoefend, dames en heren. Dat is echt waar. Ik heb niet geoefend. Laten we hem nu op speed mode gaan doen, oké? Okay? Speed mode? Als een potvis in een pispot spitvis... Oké, dan ga je de fout in. Ja. Oké, okay, nog een keer. Als een potvis in een pispot spitvis... Pispot veel vol pispot spis. Klonk goed, I guess. ik kan het niet volgen. Ik weet de tekst niet. Nou, dat was niet helemaal correct. We gaan het nog een keer doen. 3, 2. Nee. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvis pis. Bijna. Come on. Kom op. Eentje nog. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvis pis. Oké. Okay. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvis pis. Nice. Sneller dan dat kan ik het niet doen, dames en heren. Goed, applausje. Probeer dat maar te verslaan. Dankjewel. Maar dan hebben we nog nummer 3, de allerlaatste. Kan de leerling de leraar leren hoe de leraar de leerling moet leren voor de leertoets die de leerling van de leraar iets gaat leren? Oh. Wow, dat gaat sowieso heel erg snel als je de tekst niet ziet. Dan denk je, want jij denkt nu al helemaal van wow. Ik heb echt geen idee wat je allemaal zegt, nee. Precies dat. Oké, ik denk dat ik die redstone en het kool ook eventjes ga hakken met mijn fortune pickaxe. Want dan hoeven we zo min mogelijk te minen. Zodat we even lekkere resources hebben. Kijk, dit gaat echt rete snel met die fortune pickaxe. Lekker. Oh, ik heb trouwens ook best wel wat gold gevonden. Ik weet niet of je er iets aan hebt. Ja, zeker weten. Wat weet ik niet precies, maar... oh ja, misschien ooit iets met rails of zo? Daar had je toch iets van gold voor nodig? Ja, of gewoon golden gear. Oh, ja, maar golden gear is natuurlijk pauper slecht. Maar ja, daarom draag jij het ook. Ja, het is wel fucking fancy. Het ziet er wel cool uit. Het ziet er heel erg cool uit. En heel veel mensen hadden het over dat we gewoon heel erg dicht bij de end zitten. Omdat we elke keer silverfish tegenkomen. En sommige mensen die speculeren dat de stone bricks die mij de vorige keer tegenkwamen op ons avontuur. Ja. En niet van jou waren. Omdat bij die stone bricks zaten diamonds. En de stone bricks die jij had geplaatst de vorige keer, daar waren geen diamonds bij in de buurt. Ja. Dus misschien zijn we toch wel dicht in de buurt van de end. Maar dat moeten we binnenkort maar even uit gaan testen dan. Met van die... Ja, Ender Ice heet het volgens mij, inderdaad. Die dan de lucht in flikkert. En dan laat dat wel zien waar je heen moet gaan, zeg maar. Oké, ik ben benieuwd. Het zou best wel kunnen, maar het leek wel een beetje op wat ik had gedaan. Maar het raar is dat wij niet... Normaal zouden wij wel de diamonds gehakt hebben. Precies. Dan zien wij dat niet over het oog. Dus het is een beetje twijfelachtig nog, maar daar gaan we vast binnenkort achterkomen. Ja. Dan gaan we even een paar eye-enders de lucht in schieten. Misschien is het weer het werk van die pompoengo, die weet het nooit, hè? Met die gast. Die pompoengo die is een stelletje gekkies. Ze is heel erg onvoorspelbaar. Dus, heel erg. Who knows?
Zo, so, anyways. Ik ben ondertussen level 16. En jij? Nice, ik ben 12. Oeh, level 12. Net als mijn dating... datingprofiel. Ik heb trouwens nog iets waardoor jij echt heel erg makkelijk een achievement kan halen. Oeh. Yes, ik heb namelijk uit een knolpauwcoin zo'n stone monster egg gekregen. En aangezien dit jouw nieuwe kanaal... Kanaal. Welkom op een nieuwe kanaal. Ja, yeah, het heet geen... Vanaf nu mijn kanaal. Het is geen Deadly Famous, maar Deadly Dodo. Boom. Heb jij nog niet die achievement gehaald van Silverfish killen? Ah, dat klopt, ja. Dus als ik die stone monster egg even neerzet, dan kan ik dat voor jou realiseren, zo'n knolpauwcoin. Nice! Ik weet niet waar jij bent, though. Oh ja, ik zal even mijn shift uitdoen. Oh ja, wacht even. Het is gewoon zo'n automatisme en ik vind het een hele fijne automatisme dat ik gewoon altijd shift inhoud. Als ik bezig ben. Alright, ik ben... Wat de heck? Waar ben je helemaal heen gegaan? Oh, hier ben je! Ja, ik kwam hier even wat resources tegen. Maar we zijn best wel lekker op pad, alleen we komen gewoon geen diamonds meer tegen. Dat is een beetje treurig. Nee, ja, ik heb al wel 9 gold en 66 iron. 66 iron? Yeah! Wow, ik heb 46 iron en 5 gold. Dus jij gaat wel echt lekker met die resources. Nice, ja, maar jij had dan weer diamonds, dus dat event weer een beetje. Ja, diamonds zijn zwaarder, dus als je het op een weegschaal legt, hè, dan komen we weer ongeveer gelijk. Precies. Ik heb trouwens nog een raadsel. Dit is een reactie van Tess Ploy. En die zegt, raadsel. Het is dronken en loopt door het bos. En dan moet je goed nadenken. Moet je echt goed nadenken. Het is dronken. Ja. Van wat weet ik niet, doet er ook verder niet toe. Maar het is dronken en het loopt door het bos. Is het een woordgrapje of... Ja, het is een woordgrapje. Het is een woordgrapje. Dat ding, 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 dat heb je goed. Alright, ja, nee, die zag ik al een beetje aankomen. En het is dronken, dus het heeft veel gedronken. Ja. Zit het woord dronken er ook in? Nee. Wel een dranksoort. Een dranksoort? Ja. Een whiskietje? Een whiskyfietje? Nee, het heeft te maken met iets wat in het bos rondloopt, wat heel erg klein is. En met een drankje wat uit Rusland komt. Oké, ik denk dan meteen aan vodka. Ding, 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 ding. En iets wat heel klein is, een rat, een muis? Nee, wat hebben ze wel eens in een tuin staan? Konijn, hert? Nee, dit weet je, dit weet je. Het is wat hebben ze in een tuin staan? Het is niet iets levends. Een beeld. Ja, maar wat voor beeld? Oeh, vind je het leuk, Dodo? Je komt in de buurt. Ja, ik heb geen idee. Het leeft niet. En het is een beeld. Ja, het is een standbeeld of zo. Het is een standbeeld. En het is klein, hè? Onthoud dat. Het is klein. Klein standbeeldje. Ja, een kabouter. Ja! Ding, 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 ding. Een... Vodka-bouter? Ja! Wat? Ja, een vodka-bouter. Want vodka... vodka, dan heb je natuurlijk al de K van kabouter. Dus ja, vodka-bouter. Ja, ik snap hem. Dus als je het schrijft... Vodka-bouter. Kabouter. Ja, oké, dan is het... Yes, ja. Baby. Nou, je hebt hem goed geraden. Dus het, nice. Ja, een raadsel heb je goed voor elkaar, jongen. Dank u. Zeker. Toen ik hem las, toen vond ik hem echt zo super droog dat ik dacht, ja, dit is mijn stijl of humor. Dit... Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik werd ook altijd vroeger kabouter genoemd. Ja, heb je ooit verteld? Door je naam Wouter. Wouter de kabouter. Wouter de kabouter. Ja, dat is natuurlijk zo obvious. Ja, het is te makkelijk. En op een gegeven moment werd het daarom ook in de klas... Diamonds! Yes, baby! En daarom werd het ook later in de klas zelfs van, ja, je mag niet meer Wouter de kabouter zeggen. Dus toen kreeg je dat iedereen ging zeggen... Wouter de boskabouter, Wouter de schoonmaakkabouter. En toen kreeg men een heel lijstje van elke kabouter die niet meer gezegd mocht worden over Wouter. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik. Maar van wie mocht dat niet meer gezegd worden? Van de leraar? Ja, van de leraar. Die vonden dat gewoon niet leuk voor jou ofzo? Nee, ja, mij maakt niet zoveel uit, maar... ik kan er wel om lachen. Wouter de boskabouter. Ik ben in een soort van... Ik wil niet zeggen een dungeon, maar in ieder geval iets van... cave-achtig? Dan kom ik toch nog even die kant op. Ik was al onderweg eigenlijk terug. Ah, oké. Want ik dacht, ik ga nog even iets met jullie delen. Maar goed, ik kom nog even naar jou toe. Oh my god, ik word beschoterd. We houden het spannend.
Er zitten hier wel allemaal ores, dus ik weet niet of er misschien ook nog diamonds of zo zitten. Oké, laten we even kijken. Dan ga ik hier denk ik naar links, want jij was volgens mij veel verder dan dat ik was. Ik was een heel stuk doorgegaan, ja. Oh, jij laat de redstone laat je hangen? Oh shit, nee, die kan ik niet meer oppakken. Mijn inventory zit vol. Oh, en hier ook nog iron. Echt? Ja, Wouter, wat is dit, man? Ik heb al zoveel, man. Ik draag al zoveel iron. Je tas is te zwaar. Echt? Dan moet je even wat kaboutertjes terug laten lopen voor je. Oh, je draag kabouters. Kijk, hier, iron. Bam, bam. Je had gewoon niet verwacht dat ik in jouw tunneltjes zou kijken, hè? Okay, ik ben gewoon op heterdaad betrapt, jongen. Alright, ja, ik heb geen idee of hier iets is, hè. Ik zie in ieder geval iron, redstone. Kijk, ja, hier dat redstone, hoppakee. Altijd goede spul, dat is altijd fijn, toch? Altijd fijn. Hoppa, met die Fortune 3, dat gaat echt zo retensnel. Lekker. Dus ik ga even weer wat items hier weggooien hier beneden. Wil je lapis? Wil je dat met Fortune of niet? Ja, zeker weten. Oké, want ik heb hier lapis gevonden. Oké, dat is nice. Lapis is echt nice om te hebben met je Fortune 3 namelijk. Ja, sowieso. Hopsakee. Nice. Bam. Hoppa. Oké, deze redstone nog even. Hatsenflats. Oh my. Oh. Wat? Zag je hem vanaf boven springen? Hij zat boven. Oh, hij zat hier boven. Hij viel naar beneden. Hij kwam opeens naar beneden. Oh my god. Ik dacht al, waarom had je die nog niet gezien? Dat is echt het engste ding in mijn hele leven. Oh. Wouter de Boskabouter. Ja. Oh my god, nice. Er zijn hier zoveel... Zijn er veel mobs? Nee. Maar er is hier heel veel lava en ander spul. Ik heb hier superveel resources. En... Lekker. Kijk, dit kan wel zo'n mooi plekje zijn voor diamonds, weet je wel. Hier zie je allemaal lava. Je weet het nooit. Oh my god, ik heb de border gevonden. De border? Ja! Wow, zijn we zo ver? Ja, kom maar kijken. Oké, momentje. Ik hak even het iron en dan kom ik eraan. Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden zijn. Hè? Nee, ik ook niet. Ik was gewoon lekker bezig. Ik zat een beetje een verhaaltje te vertellen. En in één keer boom bij de border. Boom bij de border. Boom bij de border. Oké, laten we even nog het iron. Kom op. Hopsakee. Oh, daar viel een lava. Nou, maakt niet uit. Let's go. Oh, ik zie hier weer gold. Yep. Ja, gold werkt niet, hè, met... Fortune. Met Fortune. Nee, dat kijk maar. Jammer. Hop, dan krijg je maar één blokkie. En met iron precies hetzelfde. Oh, wel veel gold. Oh ja hoor, dat is altijd zo. Als je dan ergens heen wil, kom je natuurlijk alles tegen, weet je wel. Yep. Al het redstone. Maar van redstone krijg je wel superveel XP. Dus misschien ook al kan je het niet meenemen. Dat is wel chill. Gewoon hakken voor de XP. Ja, zo denk ik, man. Ik denk verstandig. Ik weet het, je bent verstandig. Oh, dank je wel. Al die jaren zo mijn best gedaan. Eindelijk complimentje over mijn verstandigheid. Oké, what's going on here? Hier. Hier omhoog. Hier omhoog. Wat is hier omhoog? Wat is hier omhoog, Wouter? Oh, hier de border. Dit is het einde. Wauw. Dan zien we net diamonds aan de andere kant. Ja, natuurlijk. Dat heb ik ooit een keertje gehad, hè. Echt? Ja, dat was zo zuur. Dat wil je niet weten, joh. Oh, dat lijkt me echt lullig. Oké, ik ga even een crafting table. Kijk, ik ben zo goed voorbereid. Bam! Ga ik neerzetten. En dan heb ik hier... Oh, allemaal sticks. En dan heb ik hier... Oh, en ik heb even allemaal torches gemaakt. Torches. Zonder torches, no adventure. Kijk. Hopsakee. Laten we niet omhoog graven. Laten we wel gewoon omhoog graven. Fuck it. Je wilt gewoon helemaal omhoog? Ja, laten we... Ja, ga maar alvast graven. Dan hak ik dit kool nog even weg. Alright. Ja, laten we gewoon in één keer helemaal omhoog graven. Wil je een trappetje of wil je echt recht omhoog? Nee, wel een trappetje graag. Dat gaat wel, dat is wel iets makkelijker. Alright, ja, dan neem ik een trappetje. En wie weet komen we nog wat tegen. Ik hoor je wel ergens zombies in de buurt. Oh, kijk, vandaar. Ah, weg jij. Uh-oh. Ah. Ja, gaat goed. Ik verdedig. Ik hoorde dat gesis. Oh my god. Alarmbellen gaan af. Echt. Oh, wow, hier is nog een ding. Zijn hier echt alleen maar bubbels. Boom. Hoppakee. Hoppakee. Oh, shit. Hey! Nice. Lekker. What do you got? Ik had 5 zombies. Oeh, 5 zombies, mijn lief, dames en heren. Echt. Dat is niet niks, hè. Dat is niet niks. Oké, even kijken. Kom ik hier nog iets tegen? Nee. Boom. Boom. Hopsakee. Iron natuurlijk. Even kijken, kom ik hier nog wat tegen? Daar is verder nog allemaal iron. Het is echt een hele grote cave dit eigenlijk wel, hè? Ja, echt.
Ben jij al bijna omhoog? Oh. Ja, ik ben flink bezig aan het timmeren. Oké. Ik zat net te denken, van, kunnen wij niet zelf een leuke, hoe heet het nou, tongbreker verzinnen? Ik zat ook te denken, iets met dodo, dat moet toch wel te doen zijn? Dodo. Ja, als meestal dodes. Heb je met, kijk, net zoals barbaren heb je barber. Dan mm-hmm. moet zeg maar, het woord moet zeg maar iets dubbels kunnen betekenen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik ging op de bank. Doden. Ik ging... Oh ja, doden. Dat is een goeie. Met doden. Ik zat op een... Ik had een dodo bij me en ik ging op avontuur om met de dode dodo te doden. Doden. Ja, zoiets. Ja, dode dodo's doden. Ja. Dode dodo's doden. Of iets met een bank, weet je wel. Ik zat op de... Oh nee, maar dan heb je elke keer hetzelfde woord. Dat klopt niet. Ik zat op de bank. En dat ging naar de bank om iets met mijn bank op de bank te doen. Oh ja, precies. Ja, snap ja. je? Maar dat is... Ja, het betekent wel allebei iets anders. Alleen, het is hetzelfde woord. Alleen, ja het is niet handig. Ja, misschien... Ik zat op de bank en ging naar de bank om te bankieren met de bank om alle banken op de bank te bankieren. Bankieren. Alright, ik heb een plek naar boven. Alleen, we zijn in het water beland. Dus je moet een stukje zwemmen. Oh, een stukje zwemmen. Oké, leuk. Als je er klaar voor bent. Je kan het halen. Oké, cool. Ja, om helemaal omhoog te gaan bedoel je? Ja, want je komt zeg maar in de zee uit. Oh ja, ik zie je daar. Oké, wacht. Dan ga ik denk ik even kijken. Oh nee, al dat water. Kan je dat niet even tegenhouden? Ja, maar dan moet jij het... Al dat water gaat naar beneden hier. Dus okay, als jij alleen de bovenste even zeg maar dicht maakt, dan kan ik zelf dat laatste blokje straks weghalen, snap je? Yo, heb ik gedaan. Oké, nice. Want anders dan is het echt Mission Impossible. Dan gaat het zo lang duren. Ja, het duurt echt heel erg lang dan. Oké, ik moet niet verdwaald raken. Dus ik ga nu alweer terug. Alright. Is oké. Hij is dicht. Oké, nice. Even kijken hoor. Oh ja, nice. Al het water is weg. Oké, nu ga ik even helemaal omhoog. Oh, valt wel mee hoe hoog het is eigenlijk. Ja, we zaten niet heel diep. Nee. Even kijken. Oh ja, nu heb ik het door. Nu snap ik wat je bedoelt. You got it. Hoppakee. Yeah, en ik zet er meteen weer blokjes onder mij. Zo. Oh ja, dan stroom natuurlijk echt helemaal vol. Precies. Yay! Wapsakee! Hey, en dit is nice, want dit hebben we nodig. Lelies? Ja, dus even kijken. Ik drop deze dan wel even. En dan neem ik even wat lelies mee. Want dat is handig voor zo'n farm. En als je water dan nodig hebt, weet je wel. Oh, dat is waar. Dan kan je er gewoon overheen lopen. Ja, dan kan je die lelies gewoon neerzetten. En dan is het al Gucci. We nemen ze gewoon mee. Bam. Bam. En dan kunnen we ook ergens een mooi pad maken. Hè? Dan hebben we gewoon water in de achtertuin of zo. Mm-hmm. En dan kan je gewoon een pad eroverheen maken, snap je? Sounds good. Yeah. Oké, laten we weer teruggaan. Het is wel echt een mooi plekje trouwens hier. Ja. Echt niet normaal. Maar damn, dat we dus gewoon de border weer gevonden hebben. Ja, ziek hè. Dan zijn we echt ver gegaan wel hoor. Hoppakee. We zijn echt van die YOLO-mensen. Ja, wij doen dat gewoon. Echt. Hoppakee. Kijk, dit kapot maken. Weet je wat wij gewoon gaan doen? Wij eindigen hier de aflevering, dames en heren. En we gaan de volgende keer verder op ons Evi-avontuur. We gaan sowieso naar huis. En ik wilde nog even een reactie in beeld laten brengen. Wilde ik eigenlijk even behandelen als we bij de basis waren. Maar goed, dan ga ik het nu eventjes doen. En deze reactie is van Delano Games. Pew! En die zegt, een Elytra kan je maken met leer. Like, zodat Enzo dit ziet, een huisje! Oh my god! Oh my god, woont Link hier? Oh my god, dit is gewoon een huisje van Minecraft wereld zelf. Dit heeft niemand van ons gemaakt. I know. Dus wij blijven hier vanaf en wij gaan dit volgende aflevering openmaken. Wij gaan kijken wat hierin zit. Zo spannend! Oh my god, dit is episch! Wat willen ze ons geven? Oh, ik ben zo erg benieuwd. Oh, kijk hoeveel waterlelies trouwens. Niet normaal. En we gaan dan een van de volgende afleveringen ook even de Elytra maken. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En check Wouters kanaal. En ik zou zeggen tot morgen om 7 uur. Peace!